lijkt me het zo sterk of zo stellen dat toen ik de uitnodiging kreeg, moest ik even verifiëren, protocolair. Maar wie zijn deze mensen dan precies? U weet, ik ben op een ronde waar ik aan wil geven dat het culturele en het religieuze in ons land een bindingsmechanisme kan zijn voor onze natie. Waarom ik dat zeg? In de conceptie, in mijn conceptie, is de natie een cultureel concept. We zijn cultureel verbonden met elkaar in onze gewoonten en we zijn bij elkaar gebracht. Hoe wij hier ook samenkwamen, dat wordt gezegd. En die verbondenheid moeten we zoeken. Wat is onze identiteit? Wie zijn wij als Surinamers? En we hebben altijd gesteld, toen als kustvoorzitter ook, heb ik dat gesteld, met cultuur in haar pluraliteit, cultureel zijn we zo divers in Suriname, komt singulariteit in identiteit. Krijgen we een identiteit, mogen wij een identiteit vestigen dat bijzonderlijk is. Want er is nergens in de wereld, los van 1-2 landen nog, die zo'n diversiteit hebben aan culturen en religie. Waarom niet dat gebruiken om identiteit te vestigen en te zeggen, dit is hoe wij verbonden voelen met elkaar. Vrijheid in identiteit, vrijheid in cultuur en vrijheid in religie. Dan nog vind ik het initiatief, en daarom ben ik vandaag hier, prijzenswaardig. Omdat vanuit de religie, hoe zij dat beschrijven, vinden ze het belangrijk dat al de verschillende cultuurgroepen zich verbonden zouden moeten voelen met een activiteit als dit. Zo kunnen we in alle culturen wat vinden, dat een boodschap kan zijn voor die hele natie. Wat kan Ganga Nahan en Ganga Snan betekenen? Historisch gezien was er ooit een Saraswati rivier. Was er een Saraswati rivier in India? Toen heette het geen India. De India is een naam dat gegeven is door de Engelsen. Toen heette het Bharat. Akhanda Bharat. En dan had u een rivier dat heette de Saraswati. Door klimatologische omstandigheden, tegenwoordig noemen we dat climate change, is de Saraswati rivier helemaal opgedroogd. En die civilisatie die daar was, van de sinners, van de yogis, van de rishis, hebben moeten verschuiven. Zijn getransmigreerd naar een ander gebied. En dat gebied werd toen de Ganga als juiste gebied geïdentificeerd. De Ganga rivier. En geloofd werd dat historisch gezien 100.000 jaar geleden vanuit het spirituele, die ether, die akash, vandaar met ons dauwdruppels en die van het ijs regen neergedaald is. En uiteindelijk door klimatologische omstandigheden een hele rivier gevormd is dat we de Ganga noemen. Dat staat in de Puran. Puran komt van het woord Pura en van het woord Purana. Pura wil zeggen compleet en Purana wil zeggen oud, complete oudheid. De complete geschiedenis is beschreven in de Puran. En in de Puran wordt gezegd dat Ganga dus kwam vanuit die eten die akash, uit die eter en hij daalt neer en vormt een rivier en hebben ze een vervanging gevonden voor de Saraswati rivier. En is men zich daar gaan vestigen. Shiv wordt daarin genoemd. Een goddelijkheid, een personificatie van God. Ganga wordt daar genoemd. Een personificatie van God. Het is niet God in verschillende en verschillende goden. Personificatie betekent u schrijft een persoonsvorm aan God. Ekam sat vipra bahuda vadanti. Ekam sat satya to ek hi hai. Er is maar één waarheid. God is maar één. Er is maar één God. Wij zeggen verschillende goden. Er zijn niet verschillende goden. Wij zien hem als. Ekam sat vipra, dat wil zeggen de mensen met kennis. Bahuda is verschillende vadanti. U kunt hem verschillende wijzen uitleggen en verschillende wijzen zien. Is maar één God. Shiv wordt genoemd, Ganga wordt genoemd. Waarom worden deze personificaties genoemd? In de Puran staat geschreven dat Shiv, maar Shiv komt uit Akash. Begrijpt u waarom Shiv genoemd wordt? Akash is ether. Shiv is het allerhoogste bewustzijn dat in ether overal aanwezig is. Als wij ons kunnen verenigen met die hoogste bewustzijn en met dat hoogste bewustzijn, komen we in de staat van Shiv. Daarom wordt Shiv genoemd. Wij personificeren hem in een vorm, we zien hem, maar is
De hoogste bewust is dat allerhoogste bewustzijn dat eigenlijk genoemd wordt van waaruit Ganga komt. En hoe komt Ganga en hoe komt Shiv? Het zijn twee van één. Twee van één, het is dual. Wat daarmee bedoelt wordt, vivaad ho sakta hai, dat betekent er kunnen discussies zijn. Maar vivaad kewel yehi hai, ki ek hai shakti, dusra hai shaktiman. Personificatie kunt u op verschillende manieren doen. U kunt polariseren. U kunt zeggen man-vrouw. Dat zie ik God in een man vorm, in een mannelijke vorm, zie ik God in een vrouwelijke vorm. En polarisatie. Dat mag u ook doen. U kunt op zoveel manieren God beschrijven. Zo wordt Shiv beschreven omdat Ganga van Shiv komt. Maar komt als een vrouwelijke vorm. Als Ganga komt ze naar beneden. Waarom? Shiv is de Shaktiman. Dharak van Shakti. Shaktiman wil zeggen, hij die de drager is van de kracht. En wie is de kracht? De vrouwelijke. Het vrouwelijke is de kracht. Ganga is de kracht. En de persoon die de kracht in zich heeft en draagt, dat is die man. Daarom zeggen ze, achter elke man staat een hele sterke vrouw. Want de kracht van die man is in de vrouw. En dan komt de Shakti uit Shaktiman. Net als wanneer we de Gayatri opzeggen. Men zegt, het is een Surya mantra. Tat Savitur Varenyam. Dus Pramsvaru, Duknashak, Sutsvaru, Shresht, Stralan, Tejasvi. Paapnashak, Devsvaru, Paramatma, ko hum antaratma mein dharan kare, vah Paramatma hum sabki buddhi sanmarg mein aur prerit kare. We zeggen, het is een Shiv, het is een Surya mantra. Maar we zeggen, Savitur is Gayatri. De Devi, de kracht van die mantra is in Gayatri, maar die mantra is voor de Surya. Shakti en Shaktiman. De kinetische energie en de potentiële energie. Als het stilstaat daar, is het potentieel. Maar als het in beweging komt, is het kinetisch. Is hetzelfde. Is hetzelfde kracht. Als die rotsblok daar bovenaan staat en het rot niet, is hij potentiële kracht. Maar als die rots begint te rollen, is hetzelfde rots. Maar het rot niet en het is kinetische energie geworden. Dat zijn de twee wezens. Dus personificatie kun je ook in duaal doen. Mannelijk en vrouwelijk. Maar het is één. Zo is Ganga ook een vorm van Shakti. Shakti is de tegenhanger van Shiv. Mannelijk Shiv. Er wordt zelf in de creatie als het neerdaalt. Wat is de esoterische? En dat is wat ik denk dat belangrijk is voor vandaag. Hoe kunnen de verschillende cultuurgroepen iets halen uit Ganga? Nou, als u snel doet, dan zeggen we natuurlijk Om Hrim Gangaya, Om Hrim Swaha. Dan doe je het. Zo, dat is de eigenlijke mantra die men gebruikt. Tegenwoordig gebruik ik zoveel mantras, maar dat is allemaal goed. Maar de esoterische betekenis van de neerdaling is dat in de creatie in het begin wordt gezegd dat de zielen vanuit die hoogste bewustzijn neerdalen eerst vanuit het mannelijke en in het vrouwelijke. Hoe komt dat? Ze dalen neer met de regen van het water, net als hoe Ganga komt, met het water komen die zielen mee in die druppels. En dat verspreidt, omdat krijgt hij daar bewustzijn vanuit Shiv in die Akash. En dan daalt hij neer op de aarde, dat moeder aarde is, vrouwelijke. Als bij die conceptie vanuit de ziel van boven komt, en bij die conceptie bewustzijn in die eicel en die zaadcel plaatsvinden in die bevruchten, dan krijg je die spirituele, en als de moeder begint in haar, wat die conceptie wat in haar is, begint te eten van moeder aarde, krijgen we allebei in één. De spirituele bewuste en het materiële. Mannelijke, vanuit Shiv en vanuit Shakti Ganga, vanuit aarde, krijgt u dan beide. En dan zijn wij een product van beide geworden. En elk mens is zo. Dus wanneer we Ganga naar haar gebruiken en om ons te reinigen, wordt ook daarom gezegd. We reinigen ons denken en we reinigen ons lichaam. Beide, tegelijkertijd. We shuddha karta hai man, want Shiv is param chaitanya, maar die Shakti Ganga, dat is shuddha chitta shakti. Het zuiver bewustzijn, het product, die kinetische kracht. En die geeft ook shuddha shakti voor uw lichaam, voor sharir. En die beide geeft Ganga als door. Dus als u symbolisch de esoterische betekenis van Ganga staan is, als u daarin gaat en u laat uzelf wassen. Die Ganga van India komt ook in die Sagar, in de oceaan. Dus door haar op te roepen, kunt u haar wederom oproepen en staan doen. En zegt u, net als hoe historisch dat gezegd is, laat mijn geest, mijn denken ook rein worden, net als Shiv. Laat mijn lichaam ook rein worden.
नरसूम गंगा एंड धरती दैट मीन दैट इज द बोलसाप दी अल आलम इन अल कुतुर अल बफोगेस कुबन मेक नो मोर इन अल कुतुर कुबन एंड दैट इज व्हाट पीपल वेयर द बोर एक्सटेल हम अमन बोलसाप तक ही फॉर वेलकम कुतुर दानो दैट रीजन इन द्वार्स डोर अल कुतुर कुबन En we natievormende gedachten kunnen brengen naar elke burger in dit land. Ik dank jullie voor jullie moeite en voor jullie initiatief en ga zeker zo doen. Dankjewel. Ik heb voor u deze. Dat is certificaat van waardering. Dit certificaat wordt met trots natuurlijk gepresenteerd aan Gino Creton. Als blijk van waardering. Het organiseren en realiseren van Gangana en Team Royal is hier erkentelijk. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel.